Wat denk je dat andere mensen over jou gezegd hebben? Dat vind ik een hele, hele lastige. Wat anderen over mij zeggen, dat laat ik graag aan mezelf over. Wat weten mensen niet van Wouter Jan? Van Wouter Jan? Ja, dat het gewoon een hele ontzettend aardige vent is. Ja, ik ben opgevoed om geen slechte dingen over mensen te zeggen, dus ga ik dat ook niet doen. Beschrijf Wouter Jan in één zin. Een kruising van Ironside en Kojak. Waar is Wouter Jan minder goed in? Zijn jachthaven bouwen? Dus ik ken Wouter Jan niet heel goed, maar toevallig heb ik heel lang gevoetbald met zijn zoon. En was altijd een hartstikke nette, respectabele man. Die denk ik toch wel best wel staat voor zijn principes. Toch bij de SGP, je moet er maar durven uitkomen. En tegenwoordig, deze tijd, met social media, als je bij de SGP zit, krijg je wat over je heen. Toen zie je met Halloween en met het scumfeest. Dat vind ik toch wel knap als je daarvoor blijft staan. Nee, ja, hij zit minder goed in. Op sommige manieren wat verder kijken dan de SGP-horizon. Dan denk ik wel eens van, ik probeer dat veel respect te hebben en te kijken van hoe zit dat nu met verschillende partijen. En soms zie ik dan als van ja, maar ik probeer dat dan ook eens andersom te doen. Waar is Wouter Jan goed in? Waar is Wouter Jan goed in? Wat hij goed is, in een goed verhaal vertellen. Noem drie slechte eigenschappen van Wouter Jan. Degelijk. Zwaar. In de overdrachtelijke zin van het woord. Rustig. Wat weet Wouter Jan van zichzelf niet? Als Wouter Jan het niet weet, dan kan ik het ook niet weten. Als je één dag in de schoenen van je Wouter Jan zou staan, wat zou je dan doen? Ja, Wouter Jan is advocaat, dus het lijkt me wel leuk om een keer in een rechtszaal pleidooi te houden.